kan een Lodi. Die hebben we in een bakje gedaan. Die kan dus tegelijkertijd met een kabeljauw erin. Heeft 10 minuten in de oven gezeten. Klein beetje kleur gekregen. Daarbij zit de Romanesco. Het enige wat we nog hoeven op te warmen in één apart pannetje is de Romanesco crème. Dus pannetje op. Crème erin. Mooi warm worden. Wat we ook erbij hebben, als het goed is. Yes, daar zijn ze. De gepofte pijnboompitten. Die kan je vast klaarzetten, dekseltje eraf. Kijk, dit is zo warm. Uit. Dan, ja, wees creatief. Ik doe het in het begin maar in het midden. Ik heb een wat donkerder bord gekozen voor het contrast. Misschien wel leuk om een keer een beetje een spiegeltje te maken. Zo noemen we dat in de keuken. De cannelloni, weer een paletje. Ja, als het goed is kan je hem zo uitscheppen. In het midden van het bord. En dan de Romanesco roosjes erbij. Waar ook de crème van is gemaakt dus. En om het geheel af te maken, de pijnboompitjes gepoft. Hier en daar. Hop, hop. Et voilà, cannelloni.